september. We rijden van Taipei weg met de trein richting Fulong. En daar schijnt een schitterend strand te zijn. En als alles mee zit, dan kunnen we ook een tent huren en daarin overnachten. Eerst maar eens Taipei uit. Het is hier druk genoeg aan. En niet overal even mooi. We staan nu op Fulong Beach in het noorden van Taiwan. We hebben net een tent gehuurd. We blijven hier een dag of twee. We dachten we gaan hier lekker zwemmen op Fulong Beach, maar we hoorden dus net dat het gesloten is. Dus we gaan denk ik morgen naar het nabijgelegen strand. Weet je dat ook alweer? Honeymoon Beach of zo? Ja, zoiets. Misschien met de fiets of zo heen. Met de fiets misschien, ja. We gaan ook nog fietsen huren. Maar ja, dit is dus een Taiwanese camping en we zijn zo'n beetje de enige. Toch duidelijk buiten het seizoen. Peter, heb jij de coolbox ergens neergezet? Ja, die staat in de tent. Film maar. Kijk. Groot ding. Een kleine coolbox. Je ziet hem bijna niet. Ik kon niet al te veel meenemen. Nou, 200 meter lang maar liefst. Deze hangbrug. Over de lokale rivier. En richting het strand. Lijkt een beetje een kamikaze piloot, want hij gaat een looping maken. Nou, jammer dat het een beetje bewolkt is, maar erg mooi hier hoor. Erg rustig ook. Zo, we zijn met de trein van Fulong naar Hualien. Dat is Turtle Island. En dit is dan de, dan moet ik het goed zeggen, oostkust. Als ik het even in beeld kan krijgen. Yep. Zo, woensdag 22 september. Turtle Island. Ja,
Nou, we zijn hier in Huanli en dat is de grootste stad aan de oostkust. En we zijn een beetje doorreisd, simpelweg. Ja, we hebben maar 2 uur in de trein gezeten, maar vannacht sliepen we op die camping en op een heel dun matrasje. En er eigenlijk allebei behoorlijk beroerd op geslapen, dus nu maar wat meer comfort. Het kost hier eigenlijk geen pukkel, dus hartstikke lekker. Nou, verder ziet het hotel, Chantay, hotel er wel aardig uit. En je hebt daar de bergen en veel borden en ja, het is wel relaxed eigenlijk. Zo, woensdagavond de 23e. En dit is Café Hawaii. Gewoon midden op straat. Hey, die hebben we daar. Even uitkijken dat ik niet overreed word. En de voorkant van Café Hawaii. Ik doe net alsof ik geen mensen film. Overal scooters. En het is weer gezellig. Het is donderdagochtend 23 september. Gisteravond toen hadden we best wel wat biertjes op en we liepen terug naar ons hotel, naar een parkje. En tot onze stomme verbazing stuitte opeens hierop. Het is nergens beschreven, er staat alleen een Chinees bordje bij. Wat we hebben begrepen van een paar woorden Engels van onze hotelmanager, is dat het een Chinese, ja, noem het maar, verkenningsvliegtuig of straaljager in ieder geval is. En waarschijnlijk is hij neergehaald of hij is gecrashed. En hij staat hier een beetje als een trofee tegen de Volksrepubliek China. Huling treinstation. Voor het eerst een beetje ja, Chinese toestanden. Dit hebben we nog niet meegemaakt en we moeten wachten voor het kopen van kaartjes. Grappig. Zo, de visafslag bij Tatoen Haven. Dus even kijken naar de grote tonijnen. Jezus. Weet je die vieze alen? Dat is een murenaal. Zijn dat die vliegende vissen? Dat lijkt wel een vliegende visje, ja. Met die bordsvinnen. Nou, ik weet niet of dat het is. Mooi hoor. Ja.
Wim, waar gaan we heen? Rianyu, hè? Rianyu Island. Dit is het meest noordelijke Polynesische eiland dat er is. We verlaten nu de haven van Tatun. En wat je hier ziet zijn er heel veel straaljagers die hier aan het oefenen zijn. Ze lijken verdomd veel op zo'n straaljager zoals we gezien hebben in een kleine parkje. En verder is ons voorspeld dat de zee heel ruig is. Dan heb ik bijna niks gegeten vanochtend. Ja, hij staat nu aan, Peter. We zijn het aangekomen op Orchid Island, Lanui Island, zoals de Taiwanese zeggen. Ja, het was echt een verschrikkelijke reis. Ik heb denk ik wel 7-8 keer overgegeven. Pim is ook niet al te best aan toe, hij heeft ook overgegeven. En toch 2,5, 3 uur op een vrij ruwe zee rondgedobber. En gelukkig zijn we er nu. En we zijn echt helemaal op. We gaan eerst even tanden poetsen en water drinken. Ik heb niks met mijn maag, echt niks. Nee, we hebben helemaal niks met ons maag. Nee. Ik heb ook verschrikkelijk gezweet. Het koude zweet brak me uit. Ik had het koud. De airconditioning was er veel te... Het is toch goed gegaan, hè, tot nu toe? Ja. Er moest wat fout gaan. Nee. Gaan we wat eten? We gaan even wat eten. Nou, even voor de duidelijkheid, we zijn er dus echt beroerd aan toe. En toen gingen we hier de washokken in en los van dat het vies is en weet ik wat. Wat we eigenlijk niet vaak tegenkomen in Taiwan. Dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Maar ik vond het hier al zo stinken als een varkenstal. Dat zei ik ook als grapje tegen Peter. Maar wat ik dus niet wist, is het uitzicht vanuit de wasbak. Nou, ondanks dat we razend ziek waren van die vreselijke veerboot, hebben we toch maar onze moed bijeengeraapt en hebben we scooters gehuurd. 125cc sterk. En volgens de Nederlandse normen en waarden zijn dat toch echte motoren. Ze zijn eigenlijk hartstikke lekker. Viertakt in die Chinese makelij. En voor de eerste keer in zijn leven heeft Peter, die zo'n weerstand heeft tegen alles wat gemotoriseerd is, zit hij nu op een echte motorscooter. Hartstikke idee. Nou, op zo'n 500 meter hoogte. Onze scooters blijken toch enorm stoere buffels te zijn. Diepere piep. Orchid Island. We hebben geen orchidee gezien, maar daar waren we voor gewaarschuwd. En het barst hier ook voor de bizarre rotsformaties. Mooi, hè? Ja, hè? Het is een heel bijzonder programma op zaterdagochtend, de dag van ons vertrek van de Wanyi. Kijk, één voor één worden hier soldaten of wat het dan ook zijn opgeroepen. En dan onder luid geschreeuw moeten ze voor schijnbaar de leiders van het land moeten ze met de vlaggen zitten zwaaien. Er wordt heel veel geschreeuwd en
Het is allemaal helemaal hyperdepiep. Hups, kijk, weer met de vlag Taiwan. Hotse kree, hotse klots, geweldig.